Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over ons land. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat regen of motregen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar soms spettert het dus wat. Met temperaturen die vanochtend al tussen de 5 en 8 graden liggen. En vanmiddag nog iets oplopen, vooral in het binnenland dan is het overal zo'n 7 of 8 graden. Matig tot vrij krachtige wind in het kustgebied af en toe krachtig windkracht 6. Weinig ruimte voor de zon en laat in de middag en in de avond gaat het dan van het westen uit weer harde regenen. Dat vormt de voorste begrenzing van koudere lucht die hier aankomt. Daar merken we in de avond nog niet zo heel veel van. En ook in de nacht valt het nog wel mee. Temperaturen dalen in de nacht naar een graad of drie. Het wordt geleidelijk droog en het begint wat op te klaren. En dan gaan er morgenochtend winterse buien vallen. Ook in de middag valt er nog een enkele winterse bui. Misschien met hagel of natte sneeuw. Het kan even wit zijn in zo'n bui. Maar daarbuiten is het 5 graden en is er niets aan de hand. Stevige wind ditmaal uit het noordwesten. Vanaf vrijdag beginnen we aan een rustige periode met niet te veel wind. En het is dan ook meest droog. Met af en toe zon. Overdag temperaturen die gaan dalen naar 2 of 3 graden en de kans op vorst in de nacht neemt geleidelijk flink toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl